Hallo Bomenmo Explorers, hier. Wij zijn vandaag in een heel klein dorpje in, ergens in Brabant. Ik ben van de week gebeld door Michelle met de vraag om te kijken of haar vader nog in het boerderijtje aanwezig is. Hij is vorig jaar overleden. Hij heeft toen tegen haar gezegd gehad, omdat hij heel sceptisch is, let maar op, ik ga bij je spoken. Maar ze heeft nog niks ontdekt, ze heeft nog niks gevoeld. En nu was haar vraag of dat wij samen iets willen gaan onderzoeken en kijken of haar vader aanwezig is. Gaan jullie met ons mee, kijken of dat het lukt. Dankjewel. Is er hier iemand aanwezig? Maar. Ik heb nou een K2 meter aan. Ja, met die lampjes dan zie je dat? Ja, een K2 meter die geeft aan als er dus een entiteit aanwezig is. Of ik moet hem bij een stroomkabel houden of ik moet hem echt bij bepaalde masten houden, dan geeft hij dus. Geeft hij hem ook aan. Nou, dus niet. Of als ik ergens hard op tik. Ben je hier aanwezig in de woonkamer? Kun je dan de lampjes laten knipperen? Apparaatjes doen geen pijn en doen ook geen kwaad. We zijn hier alleen om vragen te willen beantwoorden. Dat je vragen wilt beantwoorden. Wilt u iets vragen of iets zeggen, kunt u dan de lampjes laten knipperen? Net liet je zo knipperen. Je hoeft niet bang te zijn. Heb je je eigen verplaatst? Ja, dus. Kun je de lampjes ook tot oranje laten knipperen? Als jij in de buurt komt of als jij hem aanraakt, gaat hij knipperen. Als wij hem aanraken, gebeurt er niks. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dat is wel leuk. Ja, normaal knipperen die lampjes nooit, dat zie je bijna nooit, tenzij iemand hem aanraakt. Wij kunnen hem aanraken, dan gebeurt er niks. Als een entiteit, een overleden ziel aanwezig is
en die komt er in de buurt of die raakt hem aan, dan gaat ze knipperen. Dat zie je bijna, dat zie je niet vaak. Het gebeurt niet vaak. Het gebeurt niet vaak, nee, dat klopt. Want ik heb het wel vaak gezien ook bij het zesde zintuig en bij die in Amerika, zeg maar. Maar dat gebeurt bijna niet vaak. Nee. Maar nou knippert hij dus. Ja. Dus er is hier iets. En net zegt ze, knipperen ze dit oranje en hij gaat gewoon 3 of 4 lampjes niet aan. Probeer nog eens een keer tot oranje te knipperen. Laat maar zien dat je kunt. Dankjewel. Dankjewel. Kijk hè. Ja, denk het is wel vaak, maar dat gebeurt bijna nooit zo heftig. Dan geef ik haar dat de K 2 meter in de hand. Ja, maar ik ga maar niet gaan in. Nee, maar je hoeft ook niet het gezicht te filmen. Dan ga ik even iets erbij pakken. Spelen box. Maar dan ben ik benieuwd, ja, misschien zegt hij dan al iets. Jazeker. Nee, weet ik niet. Die lampje aanzetten, dat is misschien makkelijker. Doet het lampje niet meer. Dit apparaatje kun je spelen. Hij geeft nu temperatuur aan 18 kop. Dankjewel. Wat was dat? Wat vroeg jij? Dit meet elektrische, ook elektrisch veld. Oh. De temperatuurverschillen. Hij geeft nu 18,5 graden aan hier binnen. Als er dus ook iets bij in de buurt komt, heel dicht in de buurt, dan gaat ook het metertje af en dan gaat hij ook piepen. Oh. Dan geeft hij 18,1 aan. Wat houdt dat in? Dan gaat de temperatuur naar beneden. Dan zit daar een koude plek, zeg maar. Koude plek, ja. Kan je hem nog een keer laten piepen? Dat is wel heel snel. Dankjewel. Nog een keer. Hij staat in op tilt. Stop er nou maar mee. Maar dat hoor je ook niet, maar... Ik weet eerlijk gezegd wel niet gewoon dat je zo snel zoiets hoort of zo. Het gebeurt ook niet heel vaak. Dat je meteen... Ik dacht, het duurt minimaal een uur of zo. Het kan ook zijn dat je... Gek, maar soms ook eens een hele dag ergens rond en dan hoor je niet. Maar als ik dan deze erbij open. Oh ja. Hij heeft altijd rood, joh. Hij ging op deur. Hier staat hij dan gewoon. Ja, dat kan. Of iemand. Temperatuur zou ik nou naar 18. Kun je hem nog een keer laten piepen, alsjeblieft? Het zou leuk zijn als we allebei overgaan dan, hè? Heb je eigen weer verplaatst? Temperatuur is aan het zakken. 17,9. 17,8. Als je dan toch met de temperatuur aan het spelen bent, hij staat nu op 17,8. Ja. Als je dan toch met de temperatuur aan het spelen bent, gooi hem eens naar 17,5. 17,5. 4,5. Ja, gooi hem. Dankjewel. Thank you.
Maar opdrachten zou ik dus ook niet echt heel... Kan je dan ook nog laten zakken naar de 16? Probeer dat eens. Blijft je bangen. Was hij heel zwaar ademig? Ja. Ik hoorde in mijn oortje. Kan ik ook horen? Dan hoor ik meteen. En nu is het weg. Ik hoor het niet in het oortje, maar ik hoor het zo. Dat is iets anders. Dat hoor ik ook. Nee, dat kan. Misschien ben ik daar gewoon. Of ik. Of hij. Ik hoor het daar eigenlijk. Een beetje een geruis. Maar ik hoor dus echt. Misschien hier zo is. Of dat is anders. Hier was ik, hier zat ik toch altijd. Hier zat hij altijd. Was dit zijn vaste plekje? Laat hem zakken tot 16. De temperatuur. Was dit jouw plekje? Als dit jouw plekje was, kun je dan de lampjes tot oranje laten knipperen? Zat je graag aan deze kant? Zakt hij weer? Ik heb hier ook heel koud aan mijn benen. Ja, ik ook. Ja. Net omdat hier zo windvlak van die kant op staan. Ja. Ja, één kant eigenlijk, alleen aan de linkerkant. Ja, bij mij achter. Achter mijn benen. Ja, laat me zakken. Zestien zeven. Ik voel het niet. Kan je dan ook naar de 16-5? Die lampjes gaan hier weer branden. Ja? Ja. Zal ik zelf iets vragen? Doe maar. Oké. Pap, als jij het bent, doe de lampjes dan proberen naar oranje of rood. Zodat we het zeker weten. Ja, bijna. Nog een stukje verder. Nog eentje verder en dan geloof ik het wel. Het is waar, want net deed hij de hele tijd niks. Probeer het maar. Probeer maar te laten branden tot oranje. Ja. Papa, als jij het bent, laat maar branden tot oranje. Je kunt het kastje gewoon vastpakken als je wil. Hmm?
Ik heb ook nog een ander kastje. Als ik die aanzet, kunnen we met jou communiceren. De spiritbox. Dus. De spiritbox. Dat vind ik het leukste. Als je dit wil, of als je antwoorden wil geven. Oh. Daar doet hij het. Ik krijg dan meteen reactie. Oké, als je met ons wilt praten, wil je dan dadelijk in dat ding praten, pap? Dat doet ook geen kwaad. En wil je dan iets zeggen zodat wij weten dat jij hier bent? Nou, je knipt het nou weer op de tijd. Mijn naam is Monique. Michelle heeft contact met mij opgezocht. Om te kijken of dat we nog kunnen praten met jou. Als je dat wil. Is er nog iets wat je tegen hen wilt zeggen? Tegen Michelle, tegen je vrouw? Ik heb begrepen dat je heel erg sceptisch was. En dat je er niet zo in geloofde. Klopt dat? Kun je mij jouw naam vertellen? Papa, praat eens in dat ding. Vertel Monique eens hoe dat jij heet. Of iets anders, kun je iets anders zeggen? Hoe noemde je mij altijd? Soms heel lastig. Ja, want, soms heel lastig om te verstaan. Ja, ze hoorden net iets geks of zo. Had jij het goed op naamje voor Michelle? Hoe noemde je mama altijd? Dat vind je leuk om te zeggen, toch? Zeg het nog één keer dan. Dit is ook dan. Noem nog eens één keer hoe dat je mama noemde. Dit kost veel energie, dat weet ik. Mijn energie mag ik gebruiken. Heel ver weg van was dat. Ja, ik hoorde ook iets van. Het is een apparaatje dat zorgt dat jouw stem doorkomt. Het is eigenlijk gewoon een soort radiootje die frequenties tegen elkaar inswipen. Waardoor je dus dat geluid krijgt. Ik weet, de meesten vinden dat vervelend en irritant, maar daardoor komt jouw stem wel naar boven. Ik
Dat weet hij of zo, denkt hij? Hoor ik? Zoiets wel, ja. Hoe noemde je mama? Papa, zeg eens hoe dat je mama altijd noemde. Sta jij nou vlak bij mij? Nee, hij staat hier. En hier was hij net op de hoogte. Ik krijg kippenvel tot tussen mijn tenen. Ik ben. Probeer het maar. Probeer maar iets te zeggen en probeer het duidelijk te zeggen. Het is niet erg als het ook niet helemaal lukt. Weet je nog dat je tegen Michel gezegd hebt dat jij zou gaan spoken? Klopt dat? Jij moet dadelijk niet meer lopen, want de kabel zit om je schoen. Ja. Wie dat voor elkaar krijgt, weet ik niet. Wat zeg je? Papa, hoe noemde je mij? Is er iets wat je nog wil zeggen? Lief zijn? Lief zijn inderdaad, hoor ik. Volgens mij was lief, ja. Lief zijn. Was Michelle ondeugend? Had ze streken. Moet ze lief zijn voor mama. Bedoelde je daar iemand anders mee? Nee, dan kan ik nog een stukje aan. Ik dacht van niet jouw hand. Papa, hoe noemde je mama altijd? Wat doet hij dat? Zonder sleutel? Zonder sleutel. Als je niet meer wil en je wil naar de kant, dan moet je er wel. Nee. Het is pijn, hè? Ik ben er weg. Maar dat is niet toe, dat ken ik. Moest er niet zijn.
zachtjes aan de stichtjes op de muur. Het mooie is, jullie kunnen daarmee spelen. Jullie kunnen door de stipjes heen lopen. Jullie kunnen zelf een stipje pakken en mee spelen. Daar is anders niet aan zelf. Maar hier dan een klein weg. Zit je nou door de straat in stipjes lopen, krijg je dit. Dan zie je schaduw van de stipjes weg. Zul je iemand doorlopen en wat zeggen? Kun je naar de stipjes toe lopen en voor de muur gaan staan? Probeer eens met de stipjes te spelen. Je kunt ze ook een beetje laten bewegen. Maar hij had drie favoriete plekken. Eén was voor de deur, wat hij altijd weer lopen. En eentje was hier, dat keek dan bij de tv. Maar het meeste zat hij eigenlijk in de keuken. Omdat hij de hele dag uit het raam had kijken wat er iemand aankwam, dan kon je de poort open doen. Ja, zegt hij. Als wij de camera uit zijn, ga je dan even met die groene lampen spelen? Je erin lopen, een ander plaatje geven. Kun je even stoppen met de lampjes te knipperen? Kun je even mee stoppen? Stap je terug? Nee, nee. Dankjewel. Dankjewel. Wie zit er tegenover mij? Kun je mij vertellen hoeveel mensen er nu hier aanwezig zijn? Ik vond eigenlijk ook zoiets vijf. Vijf, maar Wie is de vijfde dan?
Is er hier nog iemand meer aanwezig? Kun je mij jouw naam vertellen? Ik verstond er ook. Ik schrik maar even vast. Ik verstond midget. Stond jij ook, ja? Ja, verstond ik ook wel iets in die zo. Ze noemde die haar altijd, midget. Oh, oké. Okay. Hebben we toch nog handen erop gekregen? Ja, ik verstond midget. Ik schrik er ook van. Kan dat wel? Oké, okay, pap, en hoe heette ik dan? Al die lampjes gaan weer branden. Hoe noemde je mij dan? Ja, dat was wel duidelijk midget net, hoor. Midget weer, hoorde je het? Dat is een beer, ja. Liet hij weer midget? En mie, hoorde je nog? Hoe noemde je mij, pap? Zeg nog eens één keer. Misschien heb ik al twee keer midget gehoord. En hoe heette ik dan? Dat is niet eerlijk. Je zou bij mij spoken, niet bij mama. Al die lampjes gaan wel heel branden. Ja, ik hoorde. Ja. Kun je mij ook jouw naam vertellen? Kaas. Kaas. Net hoor ik volgens mij wel een licht zijn naam. Zeg het nog een keer. Jouw eigen naam. Zie je? Zit je weer? Is het een midget? Ik weet niet. Dit is nou al de derde keer. Jij heeft geen midget. Die zit tegenover me. Hoe heet jij? Dat is wel heel duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk, ja. En ook een beetje zijn stem ook. Net omdat je in een tunnel heel vaak zijn stem hoort. Net op die trappen vindt, om dat te zeggen. Ja. Ben je altijd plagen, hè? Grappig zijn. Meiden plagen. Dat wel. Ja. Dat wel, ja. Het is oké. Okay. En ook gewoon dat hij bij mij kan maar koken dat hij jouw deeltje de pet voert. Nou. Dat is cool. Want dan had ik gezegd namelijk gisteren, voor de grap, maar dat al een tijdje wel belangrijk zeggen. Als hij nou midget zegt, dan weten we het zeker bij me. Dan heeft hij het toch nog drie keer gezegd. De derde keer was wel heel duidelijk. Dat is best gek, hè? Ja, dat is heel duidelijk. Ik ben er
droom. Ik weet niet goed wat die zei. Iets naar boven van Annette. Nee. Annette? Agnes? Nee, zegt hij. Ik ben een bijna van hij dat ik bij hem mag voelen. Ja. Welke bijnaam had ik vroeger voor jou, Peet? Nee, idee of zo, wat ik heb. Ik heb een keer een kerk gehad in een soort kapelletje. En daar was ook gigantisch veel activiteit tussen mijn oma, die onderwijs was. En er werd heel kort, heel snel één zinnetje van een liedje van Andreas gezongen. Yeah. Heel snel. Ja. Blaast hij erin. Ik ben aan het roken, stiekem. Ik ben aan het roken. Maar dat was weer geen van die dingen die we hadden gezegd tegen elkaar, als hij dat zou zeggen. Dat was het eerste waar hij altijd voor belde. Koffie, dat was het enige wat hij dan zei. En als je dan nee of ja, dan had hij al lang opgehangen.
En dan klikte ernaar, heb je staat klaar. Ook al hou je die, hè? Dan ben je leuk. Kun je misschien ook een geluidje maken? Kun je mij nadoen? Zet hij nou binnen? Ja. Binnen. Probeer het eens. Het zijn wel duur, maar die hapjes dik. Een hele flauwe. Nou, breng je tafel vanmiddag. Kun je mij vertellen in welk jaar je bent overleden? Kun je mij een getal noemen? Kun je mij dan jouw leeftijd vertellen in cijfers? Was je 60? Was je 62? Was je 64? Nee. Was je 66? Was je 68? Wil je mij niet antwoorden? Dat kan ook natuurlijk. Ik heb die andere meter erbij. Wat zei je? Bommut? Wat heeft hij nou? Lucas? Ik heb geen reactie hierop. Toch 1.8 is dat 6.1, zoveel. Sta je nou mee in de keuken? Ja, hier een beetje koud. Ja? Ja. Zit je bij de midget? Of zo?
Is er nog iets wat je wilt zeggen waardoor je dus, waardoor dus de dames echt zekerheid hebben dat jij het bent? Dat jij vader bent? En de man van? Ja, daar reageert hij wel door. Hier ook. Kun je een heel duidelijk teken geven? Een klok? Of kun je een keer fluiten? Vind je het oké dat de boerderij verkocht wordt? Ja. Hij reageert er niet op. Wat is je ja-antwoord? Wil je mij laten zien wat jouw ja-antwoord is? Ben jij de vader van Michelle, hè? Dankjewel. Ik heb een mannetje. Je bent niet zo. Ik word weer spijt. Spijt? Ja. Had jij gezegd dat jij bij Michelle zou spoken? Kun je ze weer centraal zetten voor mij? Centraal. Dankjewel. Kun je mij aanwijzen met de wegbroeders waar je staat?
Aan welke kant sta je? Sta je recht vooruit? Ja, dus centraal, energie is centraal, zeg je voor mij. De massa is maar centraal. Ga ik het nou anders doen? Kun je me nou aanwijzen waar je staat met de witte bullets? Waar je staat. Kom maar in de reactie, dat is ook goed. Ben je bij het kastenhuis? Weet je van koken? Weet je van lekker eten? Ja, dat is een duidelijk ja antwoord. Best. Maar het is dus wel duidelijk dat hij aanwezig is. Ja? Nou, kijk, een lekker woord, hè? Jouw wij zo vast. Dus wij kunnen niet met de duim, en dan zou je ook kunnen zien, kunnen wij ze niet draaien. Yeah. En als je ze gewoon recht houdt, of je moet echt je armen gaan bewegen, maar dan nog. Dan gaat het niet trappelen, zeg maar. Ik ga die nog niet doen met wat. Dat is gewoon heel schil. Dat ik heb het ook zo gemaakt dat ze me zeggen, ze zijn zelf gemaakt. Deze ze zijn niet helemaal recht. Dan moet eigenlijk altijd een beetje naar beneden. Dus het zwaartepunt gaat altijd hier. Ze hebben altijd moeite nodig om het te kunnen verplaatsen, zeg maar. Ja. Want dat gaat altijd naar hoe ik hem ook houd. Gaan we altijd het zwaarste punt mooi naar beneden. Ja. Ja, ik heb er te veel trillen aan bijvoorbeeld om zoiets te doen. Ja. Die camera er aan het zien. Hè? Kun je mij even aanwijzen waar je dochter zit?
En wat is met de andere stokjes een beetje gedaan dan? Ja, dat is wel, hè. Ja. Dat gaat eruit. Probeert het met de linker, probeert het nou. Ja, hij doet het nou met de linker. Waar is de midden te gaan dan? Probeer met de linker eens die vrouw aan te wijzen. Hi. En wie is de liefde van de twee? Oké. Welk merk sigaretten rookt hij altijd? Van een muur. Lange naam. Maar ook een korte naam. Ik denk dat deze ambtenaars uitschakelen. Die wel, ja. Ik kijk alleen maar even matten. Is er al zeker of dat het huis binnenkort verkocht wordt? Is er al, zijn er al vergaderingen voor? Nou, er zijn heel veel kijkers en zo geweest. En volgende week is er een open huis en als goed is gaat het dan werken. We hopen dat het snel verkocht wordt. Ja. Ben je het daarmee eens dat je huis verkocht wordt? Knip er eens een keer met de lamp, Theo. Laat eens even zien dat je hier aanwezig bent. Of laat de lamp een beetje, maar het gaat niet bewegen, wou ik zeggen, maar het zit vast aan een balk. Dus dat gaat niet. En dan zal hij eraf vallen, dus dat doen we niet. Gaan we daar even? Nog wel. Was je ook graag buiten? Hij zou ook graag buiten, toch? Ja. Zodat we daar dadelijk ook even kunnen... Ja. Nee, je blijft niet uitstaan. Hm? Nee, je blijft niet uitstaan. Je telefoon. Meestal zetten we de telefoon hier in op vliegtuigstand op de timmer, het geluid er niet uit. Want daar kan eventueel verstoring bijna op de apparatuur. Dan zou je ook graag buiten. Zet je het graag buiten? Ja, dus... Ik vind het wel even dan. Ben ik wel benieuwd of dat hij jullie kan laten zien waar hij dan buiten zal. Goed, kunnen we proberen. Toch? Is het niet lastig? Nee. Nou, ik wist jouw naam nog helemaal niet. Nu weet ik het wel. De vrouw heeft het verteld. Het geeft niks, is niet erg. Theo, ben je hier? Ben je bij ons buiten?
dat je het ja antwoord als kruis. Ben je bij ons buiten? Ik heb twee gezichtsherkenningen. Jij en dat. Sta je naast mij? Kun je een duizend rots? Een duizend rots? Of terwijl het weet wel hoe en hier zit een hele. Wijzen waar je staat. Je moet het kunnen zien. Kijk eens, kijk eens. Oh ja, dat is kijk eens. En die naar daar naartoe. Oh ja, hij wijst mij het in de richting. Sta je naast mij? Ja, hij wijst naar in de richting. Die zie je zo'n heel kamertje. Ja, die zie je bijna niet. Oh ja, die zit daar tegen. Zet je zo? Ja. Kun je maar even centraal? Is goed. Heb je wel even niet? Twee niet, maar wel de keer dat de gezichtsherkenning langs het man stond ofzo. Ja? Dat er iemand langs stond. Maar was ik hier op een kerkhof. En ineens zegt hij tegen mij, staat iemand naast je. Dus ik zie helemaal niemand. Ja, zit hij te zien op de camera. Huh? Gezichtsherkenning. Theo, kun je nog een keertje de wegroeden? Wijzen waar je staat. Dankjewel, dat was heel snel. Ja. Kun je nu de weg op boven wijzen naar waar je altijd zat hier? Ja, op het eerst centraal laten. Oh. Op het eerst centraal laten gaan. Kun je nu de weg op boven dus naartoe sturen waar je altijd zat? Hoe is dat hij weg? Is dat hij weg? Nee, hij zit daar denk ik. Hij zit recht naast jou inderdaad. Daar zit hij altijd. Is dat hij altijd? Ja, hier. Ik krijg net buiten de deur, zeg maar. Net buiten de deur, ja. Ik krijg ook gigantisch kippenvel. Hier stopt ook een heel groot... Ja, hier, waar jij staat, staat de tafel. Kun je even centraal? Dankjewel. Ja, dankjewel. Zit je nog links van mij? Links. De gezichtsherkenning is weg. Hij zit er. Hij heeft het licht daar. Staat niet. Ik ga het even allemaal doen, dan kan ik ergens anders staan. Dan is het puur om te kijken. En om te bewijzen dat het klopt. Ja. Met het licht ervan. Kun je mij nou nog een keer aanwijzen waar je altijd graag zat? Ik krijg mijn vraag nog niet gesteld. Of hij wijst er al meteen naartoe. Proberen we het even nog een keer? Dat is goed, zeg Piet. Kun je nog een keer wijzen waar je altijd zat? Nou, hoe snel kun je antwoord krijgen? Ik moet eerlijk toegeven, het gebeurt ook niet vaak. Nee, dit niet. Nee? Dat het zo snel gaat. Ja, hij heeft het wel beloofd dus. Ja. Ik heb hem ook al een paar keer gezegd toen ik hier was dat we hier naartoe gingen. Dus. Ja. Ga je wel eens op bezoek bij Michelle? Ik hoor Alina, hoor je ook niet?
Ja, dat staat. Ja, dus. Centraal. Oh, ik heb wel een vraag. Papa, ben jij hier ook niet met mijn radio, autoradio altijd te spelen? Nee hoor, ik wil het niet. Er is ook geen antwoord. Nee. Weet je wie met mijn radio altijd aan het spelen is? Nee, hoor. Nee. Dat hoorde ik ook. En hij gaat ook uit elkaar en het meestal ook een nee-antwoord. Nee, oké, dan weet je dat niet. Vind je weer centraal? Centraal alsjeblieft. Alle twee. Kun je mij nou aanwijzen waar je nu bent, waar je nu staat of zit? Kun je me aanwijzen waar je nu bent? Loop je door de tuin? Nee, jij zag dat. Jij zag dat. Ik zag jou in een keer kijken. Ja. Ja. Hij is niet in de tuin. Hij wijst daar de kant op. Oh ja. Hij wijst de kant op waar jij dus in een keer naartoe keek. Ja, zit daar eigenlijk. Langs het tuinhuisje. Ben je nu bij het tuinhuisje? Dan vergeet je zelf. Ja. Sorry, centraal. Doet je zelf al. Ja. Ben je nu bij je tuinhuisje? Ja, dus. Waar staat het centraal alsjeblieft, sorry. Ik kom nog zelf dan heel enthousiast van. Kun je mij aanwijzen waar het tuinhuisje is? Mij is dat de schuur. Even centraal. Kun je mij nog een keer laten zien waar het tuinhuisje is? Centraal. Je wijst nu twee keer naar de schuur. Ben je dan bij de schuur nu? Centraal. Dank je. Ben je door de tuin aan het wandelen nu? Ben je door de tuin aan het wandelen? Ben je in de tuin aan het werken dan? Ja. Kun je mij nog één keer aanwijzen? Nee, ik zei het. Een muggetje. Kun je mij nog één keer aanwijzen waar je nu bent?
sta je bij je dochter. Als je hier bent in de kamer. Is er nog iets wat je wilt vertellen aan je dochter en aan je vrouw? Dan is het de tijd om dat nu te kunnen doen. Zo dadelijk sluiten we dit allemaal af. Nog iets wat je wil zeggen? Gaat het niet? Ja. Wat wil je dan doen? Wat wil je nog iets zeggen? Wat wil je vertellen? Wil je nog iets tegen je vrouw en tegen je dochter zeggen? Dankjewel. Dankjewel. Papa, kom je nou met mij mee naar huis toe als de boerderij verkocht is? Ben je moe? Dat weet ik niet. Dat kost veel energie. Dan gaan wij dit nu afsluiten. Mag ik je heel hartelijk bedanken dat je toch bepaalde dingen hebt laten weten aan je vrouw en aan je dochter. Iedereen die dus buiten deze familie om door de spiritbox heen is gekomen, mag niet met ons mee. Als je dan toch weg wil gaan, ga naar het licht. Mogen iedereen rusten in vrede. Dankjewel. Dankjewel.